Gegeven de volgende twee vergelijkingen. 4 sinus 2x is 2 wordt 3 en min 6 cosinus 4x is 3. Hoe los je dit soort vergelijkingen nu precies op? Want tot nu toe hebben we vergelijkingen opgelost waarbij een sinus of een cosinus gelijk was aan 0, 1 of min 1. Maar hoe ga je nu te werk bij dit soort vergelijkingen? Nou, je ziet dat je allereerst in de eerste vergelijking links en rechts kunt delen door die factor voor de sinus, namelijk links en rechts delen door 4. En dan krijg je sinus 2x is een half wordt door 3. In de tweede vergelijking kan je links en rechts juist delen door die factor min 6 voor de cosinus. En dan krijgen we cosinus 4x is min een half. Je ziet dat nu de sinus en de cosinus gelijk zijn aan een halve de 3 en min een half. En deze twee waarden komen je misschien bekend voor. Namelijk, dit zijn waarden die je ook wel hebt gezien in de exacte waardecirkel. Vandaar dat we het in deze video gaan hebben over vergelijkingen van de vorm sinus ASC en cosinus ASC. Waar C dus zo'n waarde is uit de exacte waardecirkel. Namelijk plus of min een half, plus of min een half wortel 2 en plus of min een half wortel 3. Laten we eens beginnen met de vergelijkingen van de vorm sinus A is C. Bijvoorbeeld sinus A is een half wortel 3. Hoe los je een vergelijking van deze formule precies op? Dus voor welke A, en A kan dus staan voor x of 2x of 6x plus een zesde pi, geldt dat sinus A gelijk is aan een half wortel 3. Hiervoor gaan we kijken naar het eerste kwadrant van die exacte waardecirkel. Waarin we tussen 0,5 en 0 pi die draaiing zoeken. Een zesde pi, een vierde pi en een derde pi weten. Waarbij we dus die karakteristieke coördinaat van een halve, een halve de 2 en een halve de 3 weten. Nou, een sinus daarbij hebben we al te maken met de i-coördinaat van die punten op die eenheidscirkel. Ofwel, we gaan kijken naar die i-as. Je ziet een halve tot 3. Dat krijg je als i-coördinaat bij een draaiingshoek van een derde pi. Ofwel, dat geldt dus dat als sinus a is een halve tot 3, dan kunnen we ook wel zeggen dat de sinus van een derde pi is gelijk aan een halve tot 3. We weten dus dat a gelijk moet zijn aan een derde pi. Maar dit is een oplossing. De vraag is: zijn dit nu alle oplossingen van deze vergelijking? Om hier antwoord op te geven, bekijken we de exacte waardecirkel. En met die allereerste hoek die we al gevonden hebben, namelijk een derde pi. Hierbij kregen we een i-coördinaat van een halve tot 3. Want je ziet, er zijn natuurlijk ook nog andere punten die diezelfde i-coördinaat van een voor tot 3 hebben. Maar ook elk rondje verder en elk rondje eerder zorgt weer voor die i-coördinaat van een half voor tot 3. Dus niet alleen een derde pi is oplossing van de vergelijking, maar een derde pi plus k maal 2 pi. Maar daarnaast is er nog een ander punt op de cirkel die ook een i-coördinaat heeft van een half voor 3. Namelijk een draaiingshoek van 2 derde pi. En ook hier geldt weer, elk rondje verder en elk rondje eerder is weer een punt op die cirkel waarvoor de i-coördinaat gelijk is aan een halve tot 3. Ofwel 2 derde pi plus k maal 2 pi. En die 2 derde pi, die kunnen we ook afleiden uit die 1 derde pi. Want we hebben hier gebruik gemaakt van symmetrie, namelijk de i-as als symmetrieas. Noemen we namelijk de draaiingshoek een derde pi, de hoek B, dan krijgen we die twee derde pi door eerst te draaien over pi en vervolgens over hoek B terug te draaien. We kunnen twee derde pi dus ook berekenen met behulp van pi min een derde pi. Dus heb je een derde pi uit de exacte waardecirkel gehaald, dan vind je de andere oplossingen met behulp van symmetrie ten opzichte van de I-as. Ofwel, de vergelijking sinus A is een half voor de 3 geeft als oplossing A is een derde pi plus k-2 pi of a is 2 derde pi plus k maal 2 pi. En op dezelfde manier kunnen we ook de volgende vergelijking oplossen. Sinus a is een half. Ook hier geldt weer dat er weer twee punten op die cirkel zijn aan te wijzen, waarvoor de i-coördinaat gelijk is aan een half. En hierbij hoort bij het punt op het eerste kwadrant een zesde pi. En uit symmetrie volgt het andere punt, namelijk pi min een zesde pi, ofwel 5 zesde pi. Dus sinus a is een half geeft a is een zesde pi plus k maal 2 pi, of a is 5 zesde pi plus k maal 2 pi. En dan nog een derde vergelijking ter afsluiting, bijvoorbeeld de vergelijking sinus a is min een half wortel 2. Ook hier geldt weer dat er twee punten op die cirkel aan te wijzen zijn waarvoor de i het gelijk is aan min een half wortel 2. En verder weet je dat bij een draaiingszoek van een vierde pi dat de i het gelijk is aan een half wortel 2. Ofwel één van de punten heeft een draaiingszoek van min een vierde pi. En hieruit volgt de draaiingszoek van de andere, want uit symmetrie volgt dan dus dat de andere gelijk is aan pi min min 4 pi, ofwel pi plus een vierde pi, ofwel 1 1 vierde pi. Dus de vergelijking sinus a is min een halve de 2 geeft a is min 4 pi plus k 2 pi of a is 1 1 vierde pi plus k 2 pi. Dus algemeen geldt dat voor het oplossen van de vergelijking sinus a is gelijk aan c. Met c, dus één van die waarden uit die exacte waardecirkel, ofwel plus of min een halve de 3, plus of min een halve de 2 of plus of min een half. We nemen voor het plaatje even voor het gemak een positieve c. Dan hoort bij dit punt een draaiingshoek b. Dan geeft het dus a is gelijk aan b plus k van 2 pi En de tweede helft van de oplossing volgt uit die symmetrie in die i-as. En krijgen we dus die hoek b aan de andere kant. Ofwel gebruik maakt van pi dat die hoek dus gelijk is aan pi min b. Ofwel, het tweede gedeelte van de oplossing is dus dat a gelijk is aan pi min b plus k maal 2 pi. Dus bij sinus krijg je dus a is b of a is pi min b. Dan terug naar die vergelijking waar we de video mee begonnen. 4 sinus 2x is 2 wortel 3. Hoe breek je exact de oplossingen? Nou hierbij gingen we allereerst dus delen door die factor voor de sinus. Dus links en rechts delen door 4. En dan krijgen we sinus 2x is een half wortel 3. Een van die Waarde die je ook wel herkent uit de exacte waardecirkel. Nou, de sinus is een halve tot 3, Ofwel de i-coördinaat is een halve tot 3. En daarvoor hebben we twee punten op die eenheidscirkel. En die eerste in het eerste kwadrant vinden we namelijk een derde pi. Zoals we net ook al gezien hebben. Nou, een derde pi. En dan die andere volgt dus uit symmetrie in de i-as. Ofwel pi min een derde pi. Ofwel twee derde pi. En dan krijgen we dat 2x. Dus gelijk is aan een derde pi plus k maal 2pi, of 2x is gelijk aan 2 derde pi, plus k maal 2pi. Dit kunnen we verder oplossen door beide vergelijkingen te gaan delen door die factor voor de x, of al te delen door 2, en dan krijgen we x, derde pi, wordt een zesde pi, en k maal 2 gedeeld door 2 wordt k maal pi. Tweede vergelijking, links en rechts delen door 2, krijgen we x is 1 derde pi, plus k maal pi. En dit zijn de oplossingen, exacte oplossingen van Vergelijking. Maar hoe los je dan een vergelijking op van de vorm cosinus a is c. Dus voor welke a is cosinus a gelijk aan een halfwortel wortel 3. Nou, hiervoor kijken we wederom naar het eerste kwadrant van die exacte waardecirkel. Met die draaiingshoeken een zesde pi, een vierde pi en een derde pi. Nou, we weten cosinus, daarbij hebben we te maken met de x coördinaat van die punten op die cirkel. Ofwel we kijken naar de x-as en dan zien we een halfwortel wortel 3 hebben we bij een draaiingshoek van een zesde pi. Dat betekent dus dat cosinus een zesde pi gelijk is aan een tot 3. We zouden dus kunnen zeggen a is gelijk aan een zesde pi. Dit is één van de oplossingen. Maar net zoals bij sinus zijn dit niet alle oplossingen. Ofwel, hoe vinden we de rest van de oplossingen van deze vergelijking? Hiervoor bekijken we allereerst weer die eenheidscirkel. Met die allereerste oplossing die we gevonden hadden, namelijk een 6 pi. Want hiervoor was de x-coördinaat gelijk aan een half 3. Ook hier geldt weer dat elk rondje verder en elk rondje eerder is weer een andere oplossing. Dus we kunnen deze noteren als een 6 pi plus k maal 2 pi. Maar daarnaast is er nog een tweede punt die ook een x-coördinaat heeft van een half 3. Hierbij hoort de draaiingshoek. 2π min 6π, ofwel 1 6 π Om achter deze tweede draaiingshoek te komen, kunnen we ook gebruik maken van die symmetrie in de x-as. Noemen we de draaiingshoek bij het eerste punt b, dan is de draaiingshoek bij het tweede punt gelijk aan min b, ofwel min 6π. Ook hier geldt weer elke 2π verder en elke 2π eerder is een oplossing, ofwel min 6π plus k maal 2π. Dus cosinus a is een halve de 3 geeft dus als oplossing a is een 6π plus k maal 2π, of A is min een zesde pi plus k 2 pi. Hebben we dus de vergelijking cosinus A is een half, dan geldt hier ook weer voor dat er weer twee punten te vinden zijn op de eenheidscirkel. Die elkaar spiegelbeeld zijn in de x-as. Je weet dat de cosinus gelijk is aan een half voor een derde pi. Ofwel hieruit volgt dat het andere punt op die eenheidscirkel, dus de draaiingshoek, min een derde pi is. Dus cosinus A is een half geeft A is een derde pi plus k 2 pi. Of... A is min een derde pi plus k mal 2pi. En het derde voorbeeld, cosinus A is min een half voor de 2. Ook daar geldt weer dat er weer twee punten te vinden zijn. Je weet dat bij een draaiingshoek van een vierde pi dat de cosinus gelijk is aan een half voor de 2, Ofwel, de cosinus is min een half voor de 2 bij 3 vierde pi. En het tweede punt op die cirkel volgt dus uit de symmetrie in de x-as, ofwel min 3 vierde pi. Dus cosinus A. Is min een halve de 2 geeft a is 3 vierde pi plus k maal 2 pi. Of a is min 3 vierde pi plus k maal 2 pi. Dus algemeen hebben we de vergelijking cosinus a is c met c dus een van die waarden van die exacte waardecirkel, namelijk plus of min een halve de 3, plus of min een halve de 2 en plus of min een half. Dan geldt dat daarbij de volgende draaiingshoek B uit dat eerste kwadrant van die exacte waardecirkel hoort, ofwel a is b plus k maal 2pi en de andere hoek vind je dus door middel van die symmetrie in de x-as en hieruit volgt dus dat die hoek gelijk is aan min b. Dus het tweede gedeelte van de oplossing is a is min b plus k maal 2pi. En hier zie je dus dat verschil tussen sinus en cosinus, namelijk die tweede oplossing is bij cosinus min b en bij sinus is die pi min b. Dus gegeven de vergelijking min 6 cosinus x is 3 en hoe los je de volgende vergelijking nu exact op? We starten dus allereerst door te delen door die factor voor de cosinus. Links en rechts dus delen door min 6. En dan krijgen we cosinus voor x is min een half. Cosinus is min een half. We weten dat de cosinus is een half bij een draaiingshoek van een derde pi. Ofwel de cosinus is min een half bij een draaiingshoek van pi min een derde pi. Ofwel twee derde pi. En de tweede draaiingshoek vinden we door middel van die symmetrie in de x-as. Ofwel min twee derde pi. Dus... 4x is gelijk aan 2 derde pi plus k maal 2 pi. Of 4x is gelijk aan min 2 derde pi plus k mal 2 pi. En deze twee vergelijkingen kunnen we verder oplossen door te gaan delen door die factor voor de x. Ofwel te delen door 4. En dan krijgen we x is 2 derde gedeeld door 4 is 2 twaalfde, ofwel 1 zesde. Dus een zesde pi plus k maal 2 pi gedeeld door 4 wordt k maal een half pi. En de tweede vergelijking ook links en rechts delen door 4. En dan krijgen we x is min een zesde pi plus k maal een half pi. En dit zijn de oplossingen exacte oplossingen van deze vergelijking met cosinus. Laten we hier nog even een voorbeeld mee bekijken. Gegeven de vergelijking 2 sinus 2x min een half pi is gelijk aan wortel 2. Met als opdracht bereken exacte oplossingen op het gesloten interval 02pi. We gaan allereerst dus die vergelijking oplossen en dan krijgen we gevonden waarde voor x. En dan moeten we kijken welke van deze gevonden waarden van x op dat gesloten interval 0,2pi liggen. Nou, we beginnen dus allereerst met het delen links en rechts door die factor voor de sinus. Ofwel links en rechts delen door 2. En dan krijgen we dus sinus 2x min een half pi is gelijk aan een half wortel 2. Dan, wanneer is de sinus gelijk aan een half wortel 2? We bekijken allereerst weer die eenheidscirkel. En dan zien we allereerst dat voor een vierde pi, daarbij hebben we te maken met een halve wortel 2, maar ook gespiegeld in de i-as, ofwel pi min een vierde pi, dus 3 vierde pi. daar vinden we die andere waarde, waarvoor dus de i-coördinaat gelijk is aan een halve de 2. Dit betekent dus dat 2x min een half pi gelijk is aan een vierde pi plus k maar 2 pi, of 2x min een half pi is gelijk aan 3 vierde pi. Plus kama 2pi. Deze twee vergelijkingen kunnen we verder oplossen. Eerst een half pi naar het rechterlid, dus links en rechts een half pi bij optellen. Dan krijgen we 2x is 3 vierde pi plus kama 2pi. En bij de tweede vergelijking doen we hetzelfde, ook links en rechts weer een half pi bij optellen. Dan krijgen we 2x is 5 vierde pi plus kama 2pi. En hier is het slim om niet die hele uit die breuk 5 4 te halen, want straks gaan we namelijk delen door 2. En het is natuurlijk nu veel makkelijker om hiermee verder te rekenen. Dan links en rechts de eerste vergelijking delen door die factor voor de x, ofwel delen door 2. En dan krijgen we dus x is nou, 3 4 delen door 2, ofwel de noemer 2 keer zo groot is 3 achtste pi plus k maal pi. 2 pi door 2 dan krijgen we pi. Tweede vergelijking, ook weer links en rechts delen door die factor voor de x, ofwel delen door 2, en dan krijgen we x is 5 achtste pi plus k maal pi. Nu hebben we dus de gevonden waarde van x, maar welke liggen nu op dit gesloten interval 0 tot 2 pi? Dat betekent dus dat we moeten gaan zoeken welke waarde van k voldoen daaraan. Dus welke waarde van k hebben we nodig? Nou, x op het interval 0, 2 pi geeft. Dan laten we eerst gewoon eens k is 0 invullen in die vergelijking. Vullen we k is 0 in, dan krijgen we gewoon x is 3 achtste π. Je ziet, wanneer je k min 1 neemt, dan kom je onder de 0 uit, want dan moet je hier pi van afhalen. Dus dat voldoet niet. Neem we k is 1, dan krijgen we dus 1 pi erbij, ofwel x is 1, 3 achtste π. Nou, hier weer een pi bij, dan zit je over de 2 pi heen, ofwel dit zijn. De oplossingen van het eerste gedeelte op het interval 0 tot 2 pi. Het tweede gedeelte, hetzelfde verhaal. Ook daar weer, laten we beginnen met k is 0. Dan zie je, dan krijg je x is 5 achtste pi. Nou dan neem je k min 1, dan kom je ook weer onder de 0 uit. En neem je k is 1, dan krijg je x is 1 5 pi en neem je k is 2. Dan zit je weer boven de 2 pi, want dan krijg je 2 5 pi. Dus dit zijn de oplossingen. x op 0 tot 2 pi geeft dus deze vier oplossingen van x. Dus is de constante c gelijk aan min een half wordt de 3, min een half wordt de 2, min een half, een half een half wordt de 2 of een half 3, dan geldt dat sinus a is c geeft als oplossing a is b, waarbij b dus de bijbehorende exacte waarde is die volgt uit die eenheidscirkel, plus k maal 2 pi, of a is pi min b plus k maal 2 pi. En heb je de vergelijking cosinus a is c, dan geeft dit als oplossing a is b plus k maal 2 pi, of a is min b plus k maal 2 pi. Let dus goed op het verschil. Deze twee vergelijkingen qua oplossingen zijn ze bijna gelijk, maar het verschil zit hem dus in dat tweede gedeelte, waarbij je dus bij sinus heb je dus a is pi min b, en bij cosinus heb je dus a is min b. Dit was hem weer van nu. Tot in de volgende video.